Wat denk jij dat de uitslag op dit moment gaat worden? Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden tussen Ajax en Tottenham. 1-2. Op z'n Ajax. Thuis verliezen en dan uitwinnen. Vandaag zit ik in Hartje Mokum in het Hol van de Leeuw met de allergrootste Tottenham supporter in de Jordaan. Sowieso, u zit al. Ja, hoi Mark. Hallo. Heel goed. Wil je iets drinken? Ja, lekker, een biertje. Ik neem een Guinness. Een Guinness? Jij ook een Guinness? Nee, ik blijf liever bij Amstel. Oké, een Amstel. maar u bent dus een echt fervent Tottenham supporter. Ja, eigenlijk mijn hele leven al. Ja, vrijwel. Vanaf een jaar of 6. Maar ook in Amsterdam, maar dat is een beetje vloek in de kerk. Ja, helaas. Maar het is alleen maar zo gebeurd. Mijn opa die vond het helemaal niks dat ik Ajax-fan werd. Dus die zei van nee. Jij wordt Spurs-fan. Jij bent dat nu al je hele leven. Maar in ieder geval op deze wedstrijd mogen de beste winnen. Ja, zeker. Ja. Als het maar Tottenham is. Nou, voor mij niet. Nou, daar was ik al bang voor. Hoe heb jij dat ervaren als er altijd Ajax-wedstrijden waren? En dan heb je altijd van twee walletjes meegegeten? Eigenlijk wel, omdat die twee elkaar, geloof ik, pas... Dit is pas de derde keer dat ze elkaar treffen, Europees. Dus ja, dat kan eigenlijk wel. En het is natuurlijk niet zo netjes, maar ja. En hoe is het de afgelopen twee keer gegaan? Tottenham beide keren gewonnen. Maar wij hoeven alleen maar gelijk te spelen. Dat is waar. Maar het klinkt een beetje anders als je zegt van Tottenham hoeft alleen maar te winnen. En ja, daar zijn we wel toe in staat. Maar durf je dit vanavond nog te dragen? Ah, jawel, ja. Met een grote jas eroverheen. Ja, inderdaad. Zit jij ook in het Amsterdam vak? Ja. Maar hoeveel keer denk je dat er bier overheen gegooid gaat worden? Dat maakt me niet uit als we winnen. Maar denk je dat je vrienden gaat maken in dat vak? Nou, dat ligt eraan. Als Ajax wint, dan zal ik iedereen zijn vriend zijn. Maar als Tottenham wint, dan zal ik niemand zijn vriend zijn. Hoe zou jij er tegenover staan als Ajax gaat winnen? Nou, je blijft een Amsterdammer. Ja, nee, dan is het slikken, maar wel met een glimlach. Wat denk jij dat de uitslag op dit moment gaat worden? Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden tussen Ajax en Tottenham. 1-2. Op z'n Ajax. Thuis verliezen en dan uitwinnen. Ik denk dat ze allebei wel behoorlijk voorzichtig zullen beginnen. Maar ja, natuurlijk Tottenham moet op zoek naar een doelpunt. Dus dat op een gegeven moment zullen ze er wel uit moeten komen. Maar Ajax, volgens mij kan Ajax maar op één manier spelen en dat is aanvallen. Dus de verdediging is kut van Ajax en daarom gaat nu met de nieuwe Tottenham dat, de aanvaller. Dat zei ik niet, want wij kopen alle verdedigers van Ajax. en straks de Ligt ook waarschijnlijk. Dus nee, ze zijn niet slecht, maar ja, het is onze kans in ieder geval. En in welk vak zit je dan? 428. wil ik dat eigenlijk wel zeggen? 428. Maar dan waarschijnlijk met een hele grote jas. Dus welke stoel? Waar moeten snuipers op gericht staan? The grassy knoll. JFK. We zitten hier, Nederlands bier tegen Engels bier. Een Engels fan tegen een Nederlandse fan. Laten we één ding doen. Mogen de beste winnen? En wie het eerste uitje op heeft. Oh. Jij wint. Dat wint Amsterdam. Dat wel, ja. Vanavond niet.